Welkom bij Delfshaven TV. Er zijn nieuwe stolpersteinen in de Graaf Florisstraat. We spreken met een van de bewoners voor wiens huis de stenen zijn geplaatst. Vanwege speciale reden en dat kan ik het beste aan u vragen. Ik neem aan dat jullie hier zijn voor die steentjes die hier liggen, de stolpersteinen. Gisteren zijn er twee geplaatst voor ons huis. En het is een gedenksteen van Joodse mensen die zijn gedeporteerd vanuit dit huis en vermoord zijn in Auschwitz in dit geval. Oké, en u woont op dit moment hier. Ja. Zijn er nog elementen van toen zichtbaar? Nou, dit huis is uit 1910 of zo. Dus inderdaad heb ik een foto hier van de mensen die zijn gedeporteerd. En die staan voor dezelfde deur, zoals je misschien kan zien. En die deur is nog hetzelfde, het glas en lood is nog hetzelfde. Dus het is wel heel bijzonder om dan te zien hoe oud je huis al is. En wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Ja, begrijpelijk. Ik ben daar zelf ook even stil van. Ziet u die mensen daar zo op die foto? Wat doet het met u zelf? Ja, dat is wel heel bizar. Dat dan gewoon echt hier is. En het was, ik vind, wat ik ook heel erg vond om te horen is... uit deze straat zijn 57 Joodse mensen gedeporteerd. Want dit was echt de Joodse buurt, hè? Hier en de Klaas de Vrieslaan, Hemraat Singel, Wena. Dat was echt de Joodse buurt. Nou, daar zijn natuurlijk nauwelijks meer mensen van over. U heeft twee kinderen, zie ik. Wat geeft u uw kinderen mee? Nou, ik vond het wel lastig wat ik hierover ging vertellen. Hè, want er staat op die tekst ook, vermoord in Auschwitz. En ik heb dat woord, ze hebben het zelf niet gelezen, dat gaan ze vast nog wel doen. Maar dat heb ik dus niet opgelezen. Ik heb gewoon gezegd, hè, ze zijn gevangen genomen en dat hebben ze niet overleefd. Want ik vind het, ja, ik bedoel, je kinderen komen er op een gegeven moment wel mee in aanraking. Maar ze zijn 8 en 9, dus ik vond vermoord nog een beetje heftig om uit te leggen. Dat komt wel. Ja.